De maat is vol bij het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na een gesprek vandaag met minister Albert Ramdien, die fungeert als voorzitter van het clusterteam van ministers, is er besloten om in beraad te blijven. Bondsvoorzitter Lloyd Pohl zegt dat het gesprek niets heeft opgeleverd voor het personeel. De bond wil oplossingen zien en niet te blijven onderhandelen. Nou, wat er uit de bus is gekomen, is dat het clusterteam van ministers in feite heeft geprobeerd andere afspraken te maken met de bond. In feite vervolg afspraken volgens hun. Maar het personeel heeft dat afgewezen. In feite komt het gewoon erop neer dat er voorstellen zijn gedaan. En die eigenlijk veel meer tijd gaan inwinnen. Wij zien het als een vertragingstechniek. En dat hebben de leden ook duidelijk aangegeven. En daarvan zijn ze moe. Toch? Constant vertraging. Constant worden er andere leden of een spitsvondigheid gezocht om zaken te vertragen en de leden zijn niet meer daarvoor gediend. Kijk, we zijn in beraad. Het personeel heeft aangegeven dat wij in beraad blijven. Dus die boodschap gaan wij natuurlijk doorgeven aan het clusterteam van ministers. We gaan zo meteen naar binnen om even nog verder te bespreken wat we precies gaan doen. En dan krijgen zij de boodschap. De bondsvoorzitter zegt dat slechts aan een klein deel van het wensenpakket is gewerkt. De rest laat de wensen over. Pohl legt uit dat wanneer de bond in beraad is, de regering wel wil onderhandelen. Echter zijn alle overlegmomenten voorbij en moeten zaken die met elkaar zijn overeengekomen nu worden uitgevoerd. Als we erover praten dat we 31 augustus wederom bij elkaar moeten komen, dan begrijpt u dat het personeel heel gebellig daarover is, omdat dat steeds het systeem is. Er worden afspraken gemaakt, de afspraken worden niet nagekomen. En als het personeel besluit uiteindelijk om in beraad te gaan, dan word je opgeroepen. Snel worden punten zo met zogenaamd opgelost of er worden concrete afspraken gemaakt. Maar je krijgt altijd weer het systeem dat het bij de uitvoering misgaat. En de leden zijn daarvan moe. Dus ze zeggen ze willen dat die oplossingen komen en dan gaan ze stoppen met beraad. Bondsvoorzitter Pohl geeft tenslotte aan dat het beraad nu verschillende kanten op kan gaan. Een volledige lamlegging is niet uitgesloten.